Laten we een ander element nemen nog in het gesprek van 5 jaar geleden. En dat is die andere grote godsdienst die ook steeds groter wordt. Ik weet niet in hoeverre hij een concurrentiebeding heeft met het katholicisme. Maar dit zei hij er 5 jaar geleden over. Dat een moslim niet van zijn geloof mag vallen, dat vind ik dus een... Ik zou ervoor willen pleiten, en er wordt voor gepleit, dat ook de islam zo tolerant wordt, dat ook daar mensen van hun geloof mogen vallen. Wij katholieken, zal ik maar zeggen, wij hebben een vrij groot incasseringsvermogen gekregen. Maar de moslims hebben dat veel minder. Dus indien wij rekening houden met de moslimbevolking, al was het alleen maar uit wellevendheid... Maar goed, één tekeningetje van een verzonnen profeet en je bent je leven al niet meer zeker. Nou ja, dan hoop je dus dat de Arabische lente, waarvan wij hopen dat die doorgaat, dat die Arabische wereld ook wat moderner wordt in deze betekenis. Dan zou je dat kunnen deescaleren. Ja. En dat blijkt dus niet het geval. Tegendeel. Nee. Er zat nog enig optimisme 5 jaar geleden door de ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten lente te noemen. Ja. Het is nu wel winter, hè? Het is winter, ja. Het is winter, ja. En de godsdienst wordt natuurlijk eindeloos misbruikt. Ja. Dat vind ik ook heel treurig voor de mensen van de islam. Je ziet dat er een grote godsdienst is, de islam, die groeit. Mm-hmm. Je ziet dat het een belangrijke rol speelt in onze samenleving. Tegelijkertijd kleeft er ook veel agressie aan de uitoefening van die godsdienst door sommige dienaren van die godsdienst. Mm-hmm. Dat leidt tot terrorisme. Mm-hmm. Dat leidt tot allerlei landen, islamitische landen, waar bijvoorbeeld er geen of nauwelijks ruimte is voor het christendom. Nee, het is... Ja, ik denk dan, als ik denk nu iets te plat en ik maak het voorbeeld nog iets platter. Mm-hmm. Als die twee zo tegenover elkaar staan, doe eens wat beter je best. Wij? Ja. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik zou ook... Kijk, wij hebben een hele grote moskee in Rome gebouwd. Ja. Maar waarom mogen wij niet in Saoedi-Arabië een kerk bouwen? Ja. Nee, dat vind ik ook raar, ja. Ja. Nee, ik ben er wel erg voor om flink te zijn, ja. Ja, maar dat is niet zo. Het lijkt wel alsof er een zekere mate van angst of deemoedigheid is. En nou, laten we het er maar niet over. Ja, de andere wang toekeren enzovoort. Maar ik zou ook wel willen dat de kerk wat vierder zou zijn. En dat vond ik wel bij vorige pauzen, ik kom nog even op de pauze terugkomen, meer dan nu. Ja. Deze pauze is zo bemartig dat het al bijna flauw wordt. Hij is te bemartig eigenlijk. Nou ja, als dat kan. Ja. En wat zou die dan idealitair moeten doen om iets meer van die power te kunnen gebruiken die hij eigenlijk heeft? Ja, of hij echt vanuit zijn heeft, positie. Vraag ik me af. Maar ik zou wel kunnen, ik kan me wel kunnen voorstellen dat hij bij het hoogfest van Kerstmis overmorgen, dat hij dan zegt: wij vinden dat wij ook een plaats verdienen. Wij laten de moslims toe en zij hebben godsdienstvrijheid. Daar zijn we ook heel erg voor als kerk ook. Wij willen ook dat bewerkstelligen in de Arabische wereld. En dat vind ik wel iets wat steviger gezegd zou mogen worden, ja. En misschien af en toe een wat scherper geluid van afkeuring als er weer op allerlei plekken christenen worden omgebracht. Ja, maar dat doet de paus wel, hoor. Altijd als er iets gebeurt, elke zondag spreekt hij, dat komt ook op televisie. Dat zegt hij altijd. Dat zegt hij altijd. Dus dat komt misschien niet in de Nederlandse kranten, maar dat zegt hij altijd wel. Maar het is natuurlijk... Wij zijn op dit moment de meest vervolgde groep godsdienstigen van de hele wereld. Ja. Met onthoofdingen overal enzovoort. Ja. Zijn die twee godsdiensten dichter bij elkaar gekomen de afgelopen 5 jaar? Ik denk het in zekere zin wel. Het gaat dus om de ene God, die wij dan weliswaar beleiden in 3 personen, maar het is toch de ene God. Het gaat toch ook om in de Koran op te zoeken wat bij ons past. Mm-hmm. Maar, zoals ik 5 jaar geleden heb gezegd, ik ben ook nog steeds van mening dat ook de moslim moet vrij kunnen zijn om van zijn geloof af te vallen. Dat is het mooie van katholiek zijn. Ja. Niemand is voor zijn verdriet nog katholiek. Ja. Ja. Nee, en zover zijn we nog niet in alle gevallen wat moslims betreft. Nee, die worden dan onder de knoet gehouden. Ja. En dat zou ik hen gunnen. Ja. Ik zou willen... Dat zou ik wensen, dat vanuit de islam ook mensen zouden opstaan die zowel gelovig moslim zijn, tegelijkertijd zeggen, ja, maar ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid, ik heb mijn eigen geweten. En daar kom ik voor uit, natuurlijk. Ja. Hoe ga je de kerst in?